ja, de komende weken die dienen zich eigenlijk wel heel belangrijk aan, denk ik. Chambéry en Slapmingen, de wereldbekers. Ja, hoe zijn uw ambities daar? Ja, de bedoeling dat het was natuurlijk het piekmoment waren de twee WK's. Maar ik kan normaal topatleet kan die piek natuurlijk wel een 5-6 weken aanhouden. En ik wil nog wel iets laten zien in Chambéry en in Slapming. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, want er zijn renners die gekozen hebben om het WK gestand in de staal en niet te rijden. Dus die gaan frisser aan de start staan. Maar ja, die andere, pak 90% van de renners, die hebben wel te maken met een jetlag. Dus ja, het wordt zeker niet makkelijk, maar ik hoop nog wel ergens misschien op een podium met een top 5. En anders zeker minimum een top 10 rijden in de wereld, denk ik. Ja. Giraffe van Mulke, Radio 2. Ja. Altijd dicht bij jou. Hè. Hoe lang gaat de riemer dan af? Of gaat hij er niet af? Ik koers nog een paar weken verder. En, definitief het einde is op de zuur in het zuiden van Frankrijk, half oktober. En dan zal ik ieder jaar uit de riem. Dus heb ik een rustperiode van een 3-4 weken. Je trainer die is hier ook aanwezig op de persconferentie, Paul Ponet. Die zei zelf, mijn bijdrage is maar zeer klein aan het succes van Roel. Is dat zo? Hoe groot is zijn invloed? Ja, een trainer is belangrijk. Nee, ik heb heel veel overleg. Ik heb ook veel jaren dat ik ben begonnen met Paul te trainen toen ik belofte renner was. Dus hij kent mij al heel lang en dat is belangrijk. En we hebben heel veel overleg over training. Ik heb door al die jaren heen zelf heel veel ervaring opgedaan in de mountainbike. En het is goed om bij iemand die toptrainer is om over bepaalde dingen te kunnen praten en een trainingsschema voor een ganse seizoen uit te zetten. En alleen is zoiets moeilijk. Dat komt samenwerken met Paul, dat brengt dan niet veel druk weg onder het seizoen. En het is altijd tof om bij iemand die er iets van afkent over bepaalde dingen, over trainingen te kunnen praten en de doelstellingen te kunnen zetten onder het seizoen. Freddy Vaas komt nog een vraag stellen. Hij heeft er lang op zitten broeden, maar hij weet er nog één. Freddy, alstublieft. Dag Roel. Hey Freddy. Je kunt mij niet zien zeker, wij u wel. Ja, wel, ik zie, maar niet duidelijk, maar ik zie wel dat jij het... Is vermagerd, hè, vind je niet? Ja, dat weet ik niet zo. Mij niet uitlachen, hè. Heb je fiets? Ik ben juist met de fiets de trail opgereden, daarom zijn jullie zo met mij aan het doen. Oké, okay. Ja, dat is goed. En daar wou ik een vraag over stellen. We gingen straks te voet de berg af, de trail af, en toen zei iemand van de collega's, dat kan niet dat die coureurs hier vanaf of aan op moeten. Dat kan dus wel. Vergelijk dit parcours met qua moeilijkheidsgraad met andere parcours. Dat is iets waar we de laatste weken zelf heel veel over gehad hebben, eigenlijk met de nationale ploeg en met andere renners. Dat veel mensen denken, oké, Oefalies en andere parcours in België zijn behoorlijke technische parcours, maar eigenlijk is de trend nu zo dat eigenlijk ondertussen Oefalies en dat soort wedstrijden, misschien Winterslag en andere, die zijn lastig qua hellingen. Maar qua parcours zou het eigenlijk in ons normen bijna wegwedstrijden zijn. Niet meer technisch genoeg voor de qua buitenlandse concurrentie aan te kunnen. En daar zou een verandering moeten inkomen in de toekomst, dat de trend gaat mee naar explosieve en technische parcours. En zoals ik ze nu in Winterslag ook beneden al die technische stukken erin hebben, dat is de trend voor de toekomst. En daar moeten ze denk ik in België nog veel aan werken om naar die richting te gaan. Hoe groot is uw inbreng? Hoort je mij nog, Roel? Ja, ik hoor je. Ja. Hoe groot is uw eigen inbreng in het opbouwen van het parcours of moet je u daar helemaal niet mee? Ja, ik geef tips, maar natuurlijk, het is niet zo. Je kunt niet op 1, 2, 3 even een heel parcours veranderen, natuurlijk. En ieder jaar proberen ze bepaalde punten nieuw erin te brengen. En ik geef ieder jaar tips wat ze kunnen veranderen, wat mijn ervaringen zijn van in het buitenland. Uit bepaalde parcours en ieder jaar komt er dan ergens wel iets nieuws bij. En ik hoop dat met de jaren zo kan groeien tot een echt.
nog een beter, alles kan bijdragen en niet tot een echt, tot een super parcours. Ja. Vorig jaar zei je me enkele dagen voor de wedstrijd, ik denk dat Davy Koenen, die nu op dit moment hier schuin achter mij zit, een gevaarlijke klant wordt. Wie tip je nu dit jaar als uw voornaamste tegenstander? Ja, dus sowieso dat de Belgen presteren afgoor. Ik vind tegen zo'n internationaal veld altijd behoorlijk goed. En ik denk dat Jimmy Kielis goed bezig is. Ik heb gezien dat de laatste wedstrijden gewonnen heeft. En, ja, sowieso de Nederlanders. Die zijn behoorlijk aan het draaien. Dus ja, het is moeilijk te zeggen. Maar zeker na zo'n periode weet ik niet hoe wij zelf als toprenners vermoeid aan de start komen. En het is altijd zo dat iemand die zich toelegt op één bepaalde koers in eigen land, dat hij iets meer kan als iemand anders natuurlijk, die uit een zware periode komt. Maar ik heb niet zo meteen een topper in je achterhoofd. Allee, een buitenlandse topper dan. Ja, we zijn bezig. Ik weet, we hebben nog geen 100% zekerheid, maar als er bijvoorbeeld iemand komt, denk ik, we zijn met de Mermida en zo, is dat natuurlijk automatisch topper natuurlijk. Ah. Om zo'n wedstrijd te winnen. Dat wou ik dus horen. Exact. Daar het. Uw vader wou niet zeggen wie dat ging vertrekken of kon het niet zeggen, maar via weet je nu erom. Ja. Goed, ik ga u laten. Bedankt, hè. Ja. Doe het goed. Ja, oké. En toch, zoals Gerard van Loon zei, dicht bij ons, zoals Radio 2. Die hebben zo'n slogan. Roel, bedankt. We zien u allemaal terug op donderdag of vrijdag al. En zeker op zondag 27 september. Bedankt. Doe het goed, kinderen. En tot dan. Bedankt. Oké. Okay. Ja. Nu ben ik daar. Ik heb voor al deze mensen die hier zitten een lekkere spaghetti gekocht. Waarschijnlijk is er niet fel genoeg gekruid, denk ik. Maar is in ieder geval prima gekocht. Graag. Tot morgen, hè. Ja.